En natuurlijk, Samsung is ook een bedrijf wat op die technologie kan investeren en doorontwikkelen. Dus die tijdslijn zien wij echt als een begin waar we mee werken. Maar die flitsschermen of Jesco-schermen, dat is echt een hele hoge kwaliteit. Voornamelijk gefocust op outdoor LED. Zij gebruiken premium diodes. De lampen van een LED-display zijn van cruciaal belang. Daar heb je een aantal verschillende fabrikanten in. Cree, een Nation Star en zo heb je nog heel veel. En daar zit eigenlijk een kwaliteitsverschil tussen. Voor de top-end betalen wat meer, gaan wat langer mee. En voor de mindere zullen wat goedkoper zijn. En gaan proberen om. Ik vond het wel grappig, want ik kom niet uit de LED-business. Ik mag daar nu iets meer dan een jaar mee bemoeien. En ik vond het wel heel apart dat de eerste vraag die ik kreeg, wat voor lampjes zit erin? Wat voor LED'jes zit erin? Ik verkoop al heel lang schermen. Er is mij nog nooit gevraagd wat voor lampjes hierin zitten. En dat vond ik eigenlijk best wel een typische vraag. Van waar komt die vraag vandaan? Nee, dat was een van de kenmerken over de kwaliteitsscherm van het hele product. Dus je koopt een auto, je vraagt wat voor motor zit erin en dan is die hele auto goed. Natuurlijk is het een belangrijke waarde, maar ik vond het nog steeds een aparte vraag. Maar het is wel een cruciaal onderdeel van het LED-scherm. Bij PrismView gebruiken we alleen de top-diodes. Het beste van het LED. Maar dat niet alleen, dat is een diode, maar ook om je om te kleuren. Uitstralen en dan dezelfde rood of blauw kunnen hebben als bijvoorbeeld midden in de nacht. Dus je hebt heel veel kleurgradaties nodig. Dat zie je ook bij oude schermen en ook bij LED. Zij zijn daar niet uniek in, maar zij kunnen heel veel verschillende kleuren weergeven. Maar ook, als je hier kijkt, hier zie je dus de lichte lampjes doorheen, maar daartussen zie je een soort zwarte loemers zitten. Die vangen het licht op. Hoe donker het zwart kan je niet weergeven. Van het scherm, hoe zwarter het zwart is. Als een aantal LED-schermen naast elkaar zijn, kan ik degene van PrismView kan ik eruit pakken als ze uitstaan aan de zwartwaarde. Omdat er bijna geen licht voor komt. Cruciaal voor je contrasten en je beeldkwaliteit. Maar ook hoe wordt je frame gebouwd? Is het rigide? Is het stijf? Is het heel ontworpen? Is het precies ontworpen? Wordt het ook zo gemaakt? Is zij pakken een scherm als geheel op. Ze kijken naar het hele project en ontwerpen daar een scherm op. Dus niet 100 tegeltjes met 100 vents erachter en 100 power supplies. Dus ze kijken van oké, wat is het hele project? Hebben we misschien maar één ventilator nodig of twee? Of hoe moeten de luchtstromen lopen? Dus zij maken eigenlijk op maat een scherm voor het gebruik. Daarnaast hebben zij een centrum waar 24/7 over is, open is, waar ze het scherm in de gaten houden. Dus de diagnostics, achter het scherm wordt het te warm, gaat de power supply nog goed, komt er overal beeld. Maar ook aan de voorkant door middel van de camera kunnen zij controleren wat de staat is van het scherm en eventueel het al oplossen voordat er een probleem ontstaan is. Ze hebben een aantal bijzondere grote projecten gedaan. Ik heb hier een paar opgesomd. Het Wynn Casino. In Vegas, wie ooit eens een keer in Vegas is geweest, zal het herkennen. Dit is gewoon een hele grote schijf die gaat heen en weer. Check het een keer op YouTube, echt heel mooi om te zien. En dit is ook een goed voorbeeld, want het scherm is meer dan 10 jaar oud. Het had een 9.500 nits bij oplevering. En na 10 jaar is er nog gemeten 7.000 nits. Dus de kwaliteit van de diode, de afname, is eigenlijk maar een 15%. Dus het scherm kan daar gewoon blijven hangen. Ze hebben het opnieuw gekalibreerd. En het ziet er weer als nieuw uit. Iets verder op de strip, het Aria Casino. Let even op die auto hieronder, hoe hoog dit is. Dit is gewoon één LED-scherm. Nou ja, in Nederland kan je alleen maar bijna dromen van zo'n project. En die wilden dat geloof ik ook daar neerzetten om de rest van de strip te blokken. Dat als je aankomt rijden, dat je de rest van de strip niet ziet. Hele grote projecten. Dichter bij huis, vorig jaar in Madrid, een P6. 23 meter hoog op het Plaza de la Callao. Als ik het goed zeg, een commercieel display.
Nou ja, ook in Nederland hebben wij 3 weken geleden het eerste project opgeleverd met Prism View. Dat is op het AVAL Circus Theater in Scheveningen. Hier zie je het al, het is een rond scherm, een gebogen scherm. De moeilijkheid bij dit soort projecten is dat het torentje niet helemaal rond is. Hoe bevestig je het aan de toren? Dus dat moet allemaal met de laser opgemeten worden. En hier was ook nog eens de moeilijkheid, de afstand van de voorkant van het scherm tot het torentje. Van de gemeente mocht dat maar een bepaald aantal centimeters zijn. En als je een draagconstructie hebt en de kabinetten erover gaat doen, dan is dat te diep. Dus wij hebben de staanders in de kabinetten laten vallen. En zo is het scherm helemaal op maat ontworpen. En het is eigenlijk in een 12-tal secties naar Europa verschept. Dus dat is echt high-end maatwerk. Hier kunnen we niet mee concurreren met het LED wat naast over het algemeen gebruikt wordt in Nederland, naast snelwegen en al dat soort zaken. Maar het ziet er wel top uit. PrismView heeft ons een behoorlijke line-up gegeven. Een indoor line-up van een P3 tot een P16. En ook een outdoor line-up met SMD-modules van een P6 tot een P16. En een SMD of DIP van 16 tot een 25. Dus heb je een project waar men echt gaat, nu 15, 20 jaar misschien wel hangen. Hoge kwaliteit, kleurechtheid is belangrijk. Dan zijn wij daar een hele goede partij voor. Maar Samsung zou Samsung niet zijn als ze zeggen van ja, we missen nu wel een groot deel van de markt. Dus we moeten ook met een economische alternatief komen. Dus eigenlijk nou sinds een maand of twee hebben wij de XAF-series op de markt gebracht. De P6, een P8, een P10 en een P16. Waarmee wij veel meer prijscompetitief zijn. Daarmee echt met de bestaande jongens, de grote jongens die nu actief zijn in Nederland, kunnen wij mee qua pricing en de oplossing. Natuurlijk wel onder de Samsung-naam, met de Samsung-naam, met een local kantoor, met onze service en onze support die hier lokaal zit, want we zitten gewoon in Schiphol. Dus iedere outdoor verzoek wat je hebt, laat het me weten. Grote kans dat wij een passende oplossing hebben. Ook een niche-markt. Bekend van geworden, langs de voetbalvelden zien we het altijd. Wij hebben ook die oplossing, het is een specifieke oplossing. Want de voorkant van zo'n LED-module is zachter. Als voetballen of als bal moet je er niet inschieten en dat je bal lek is of dat het kapot gaat. En dat zijn eigenlijk modules die kan je neerzetten en kan je ook weer makkelijk weghalen. Dit is een P10. Zoveel vragen? Dan ga ik gewoon door. Mooi. Ik zei het al, van historie naar de toekomst. We hebben Prism View overgenomen, we hebben die kennis en kunde. En daarmee hebben we eigenlijk onze eigen indoor LED-productie gecreëerd. Ik weet niet of je hier moet spreken, maar ook hier aan de rest van de buurt. Scherm tegen dit hier. En wat cruciaal is voor Samsung en wat ons denk ik ook onderscheidt van veel andere leveranciers, is dat wij heel veel kennis hebben van beeldtechniek. Dus bij ons in Korea snappen ze wel hoe je met beeld en beeldtechniek moet omgaan. En dat hebben ze gecombineerd op de kennis en kunde vanuit Jesco met LED. En de statement die ze hebben eigenlijk gemaakt is: wij willen het beste LED-scherm qua kwaliteit maken, beeldkwaliteit van de wereld. En dat hebben ze op een andere benadering gedaan. Als je kijkt naar veel van de huidige leveranciers, ik zeg niet allemaal, maar veel de huidige leveranciers, die hebben de techniek van de LED-diode, de lamp, daar zijn ze mee een scherm gaan ontwikkelen. Er zijn fantastische schermen bij. Samsung heeft gezegd, ons uitgangspunt is de beeldkwaliteit van onze televisie en huidige schermen. Dat willen we evenaren met de techniek van LED. Dus wij zoeken alle componenten van het scherm bij elkaar om dezelfde beeldkwaliteit te krijgen als eigenlijk een tv. En vanuit die gedachte zijn ze gaan ontwikkelen en gaan werken. Waarom doen ze dat? Waarom zetten ze nou zoveel geld in op LED? Omdat ze daar echt een toekomst zien.
En dat zie je natuurlijk ook al om je heen. Je ziet het steeds meer komen. Maar je ziet, dit is dan een wereldwijde marktletgroei. Zie je gewoon jaar op jaar met 10% groeien. Hey, gekend. Welkom. Wat we ook zien, is dat eigenlijk het rode en het blauwe gedeelte, en ook nog wel het groene, het grootste gedeelte is van die LED-markt en waar die groei ook in zit. En dat zijn de kleinere pixelpitches. Dus boardrooms, scholen, gemeentehuizen, winkelcentra, waar de kijkafstanden wat kleiner zijn. En misschien wel de vervanging gaat zijn van video walls. Dus daar ligt de grootste focus voor Samsung op dit moment. Vandaar ook de IF-serie. Ik ga wat vertellen over de beeldkwaliteit, hoe een scherm is opgebouwd, of hoe wij een scherm opbouwen, laat ik het zo zeggen. Over de aansturing, de installaties, service en garantie, belangrijk natuurlijk, en de investering van het scherm. Wij hebben op dit moment hebben wij drie beeldkwaliteit, ja echt items, in onze LED zitten. Dat is HDR, High Dynamic Range, kleurcontrole en grijswaardecorrectie. Dat zijn onze drie voornaamste beeldkwaliteitsverbeteraars. Wat bijzonder is aan de IF-serie, je ziet hem ook beneden in de experience ruimte hangen, is bijvoorbeeld de 1,5 mm pixel pitch heeft een standaardwaarde van 800 nit. En is een contrastratio daarmee van 5000 tot 1. Wat bijzonder is, is dat ze, waar het nodig is, waar veel licht is, zoals hier waar de zon is, kan die opschakelen naar 1600 nit. Dat betekent dat je je contrastwaarde verdubbelt en ook veel meer levendigheid krijgt in je scherm. En dat zonder het hele scherm enorm te gaan belichten. Dus hij berekent waar er meer en minder licht nodig is en dat straalt hij dan ook uit. Dat kan je ook zien, we gaan het hier geloof ik niet demonstreren Jeroen, maar het is ook heel duidelijk te zien als je dat uit of aanzet, dat het beeld veel meer begint te leven en veel meer ja, warmte krijgt eigenlijk. Dat gaat via de LED Signage Manager en daar komen we later op terug. Maar goede vraag, ja. Integrated Color Control. Je hebt een aantal manieren hoe je film is opgenomen, welke techniek je de sRGB, de Adobe of een andere methode of een andere kleurpatroon kiest. Samsung LED kan daarmee omgaan. Het moeilijke bij LED is niet de felle kleuren, maar hoe hou je kleurechtheid bij de fletsere kleuren? Denk aan de huidskleuren. De typische natuur van LED is, links zie je het originele beeld, ik weet niet of het op hier maar heel duidelijk overkomt. Maar je ziet dat ze moeite hebben met de huidkleur. Dus ze kiezen hier om het iets roder, iets bruiner te maken. Wij kunnen dat corrigeren en geven zoveel mogelijk het originele beeld weer. Ik zie mensen denken van ja, maar ik vind het middelste plaatje veel mooier. Je kan het ook uitzetten. Maar het gaat erom van wij willen zo dicht mogelijk bij het origineel terugkomen met de kleuren die zeg maar door de ja, filmer of door de producent bedoeld zijn. Als laatste is de correctie van de grijswaarde. LED heeft een probleem. Het probleem bij LED is dat ze eigenlijk bij hoge grijswaarde en een lage brightness zit er een knik in, hebben ze moeilijk om de grijswaarde goed weer te geven. Ook hier hebben wij weer een correctie waardoor je de grijswaarde in een wat met donkere beelden toch goed gaat zien. Dat zag je ook op het eerste plaatje met de boomstronk. Dat je hier eigenlijk bijna geen verschillen meer ziet en hier met die grijswaarde keurig nog de contrasten blijft zien en dat het een realistisch beeld blijft. Dan de opbouw van het scherm. Een LED-scherm, zoals jullie weten, bestaat uit allemaal ja, tegels en kabinetten. Hier zie je drie kabinetten.
Wij hebben geprobeerd als Samsung zijn om het zo simpel mogelijk te houden. Toen ik hier in het begin ook mee kwam, zei ik, we hebben een ruimte van 2 bij 2 meter. En daar willen we led op hebben. Nou, dan moet je gaan tellen hoeveel tegeltjes moeten erop. Dan is het met wat voor beeld ga ik erop, want 16 bij 9 past niet. Dus of je moet gaan scalen. Maar ja, dan heb je een hele mooie dure ledwall en dan is je beeld gescaled of klopt niet meer. Of je moet je beeld eraf gaan knippen. Allemaal weer extra kosten die gemaakt moeten worden, wat eigenlijk niet de juiste kwaliteit weer gaat geven. Dus dat is één vraag van hoe kunnen we het een simpele configuratie maken. En daarbij moet je altijd de vragen welke pixel pitch heb ik nodig en welke resolutie is er dan nodig en heb ik. Dus wij zijn eigenlijk uitgegaan van een Full HD scherm. En we hebben al veel over pixel pitches gepraat. En ik vind het altijd wel een interessante vraag. Wat is de pixel pitch van een scherm? Dit is een Full HD scherm van ongeveer 1,7 meter bij 960 centimeter, 75 inch. Iemand een idee wat een pixel pitch van zo'n scherm is? Sorry? Heel goed, heel dichtbij. Het is ongeveer 0,9. Dus dat is heel dichtbij. Wij praten erover nooit over. Maar als je diezelfde calculatie weer terughaalt, heb je 75 inch, 0,9 pixel pitch, keer 1000. Dus met 90 centimeter daarvan zou je een goed beeld moeten hebben. Nou, probeer het vanavond thuis. Misschien heb je een 4K tv of Full HD tv, hoe groot. En kijk je kijkafstand of je de pixels ziet zitten. Maar wij houden die gedachte van Full HD en pixel pitch vast bij het maken van een LED-scherm. Dit zijn onze tegeltjes die wij op dit moment op de markt hebben. Het is een 1,5, een 2 mm en een 2,5 mm. En onze eigen kabinetten zijn 48 cm breed en 54 cm hoog. Het maakt niet uit of het een 1,5, een 2 of een 2,5 is. De maat is hetzelfde. Het enige wat verschilt zijn natuurlijk het aantal pixels op een tegel. Deze heeft in verticaal 360, 320. Nou, hier zitten ze iets verder uit elkaar. Dus dit zijn 240 pixels en 270 pixels. En hier 192 en 216 pixels. De snelle rekenaar die uitgaat van een Full HD ratio, die denkt, hé, dat kan geen toeval zijn. 6 van die tegeltjes, bijvoorbeeld van een kabinetten van een 1,5 mm, vormen precies 1920 pixels. En dat is de breedte van Full HD. Verticaal zijn er 3, dus je hebt eigenlijk een groot scherm. Alleen het is gemaakt van ledjes. Maar je kan het bij wijze van spreken hetzelfde behandelen, hetzelfde content als op je 75 inch zou doen. Je hoeft niet te scalen, het ziet er net zo echt uit, je kleurechtheid is hetzelfde. En dat is eigenlijk het uitgangspunt van ons LED-portfolio. Het is een scherm met Samsung-kwaliteit. En dan hebben we eigenlijk, onze LED-portfolio bestaat niet uit heel veel tegeltjes. Nee, we zijn uitgaande, we hebben eigenlijk 3 LED-schermen. Een LED-scherm van 130 inch Full HD, 173 inch Full HD en 217 inch Full HD als basis. Die scherm gaan we ook op voorraad leggen. Dus heb je een klant die is geïnteresseerd in LED, probeer hem naar een Full HD formaat, tenminste te overtuigen van Full HD, als ze daar nog niet achter zijn. En er is gewoon een kans dat wij het op voorraad hebben liggen, omdat we het dus zo kunnen uitleveren. Ja. Nee. Portret lukt nog niet. Nee. Dan zou je toch weer een andere resolutie moeten gaan maken. Ik kom nog wel op terug, want die vraag hebben we wel eerder gehad. Ja, zeker. Je kan ook gewoon, als je zegt van nou, ik wil 8 bij 3 of 20 bij 3, dan is dat geen enkel probleem. Alleen zal de levertijd over het algemeen wat langer zijn. En dan moet je denken aan een week of 8 tot 10. Maar dat is geen enkel probleem. Alleen wij willen als basisgebruiker de Full HD schermen. Ik heb nu een aantal projecten lopen waar ze inderdaad, ik noem maar 20 meter hebben. Maar ik probeer wel altijd in Full HD, zoveel mogelijk in Full HD ratio's te denken.
Omdat je soms hebt van, nou, we willen één hele grote rol, maar soms wil je ook vier keer een aparte film laten zien. En dat maakt het gewoon heel makkelijk voor de content, de distributie. Sorry? Ja, nee, zo'n scherm bestaat wel uit een aantal losse tegels natuurlijk. Kabinetten, het framework, het hangt vanaf de kom ik zo nog terug. De aansturing zit erbij. Er zit een apparaat bij toe om even de panels eraf te halen. En zo krijg je het aangeleverd. Je krijgt het niet als één scherm achter in de. Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Goeie vraag. Waar wij ook naar hebben gekeken als Samsung is de gewicht en de diepte van de kabinetten. We produceren nog wel eens wat televisies ook en wat schermen. Dus we hebben ook gekeken, nou oké, we willen die beeldkwaliteit houden. Welke power supplies moeten we hebben? Welke cards, welke componenten moeten verder in dat scherm zitten? En dan hebben ze eigenlijk gezegd van we willen een laag gewicht, goede kwaliteit componenten hebben. Dus wij maken ook niet gebruik van standaard leveranciers. Wij gebruiken onze eigen leveranciers, soms ook onze eigen fabrieken, voor de componenten in een LED display. Ook de distributie van het signaal tussen de verschillende kabinetten is gebaseerd op een tv-standaard. Omdat dat veel sneller en accurater is. Ook zijn de tegels zeer dun. We hebben geen dikke power supplies. We hebben gewoon kleine power supplies die wij toch al gebruiken. Hebben wij in onze LED-oplossingen gezet. En daardoor hebben we gewoon een hele mooie slanke tegel. Heeft niet altijd een voordeel. Ben ik het eens. Maar het is wel, als je muur niet heel stevig is, of je hebt niet veel ruimte voor je LED-wall, dan kan dit een oplossing zijn. Wij hebben ook besloten om zelf een frame bij te leveren. Is bij te bestellen. Het frame is gemaakt op een Full HD ratio. Dus van 1,5, 2,5, 2 en 2,5 mm. Waar bestaat het uit? Ik noem dat heel een beetje oneerbiedig. Vroeger had je, tenminste toen ik jong was, had je van die witte dingen die je tegen de muur schroefde en dan kon je allemaal planken opleggen. Nou, zo'nzelfde systeem is dit ook. Je hebt eigenlijk gewoon een aantal metalen strips, die schroef je tegen de muur aan en dan hang je kabinet in. Heel simpel gezegd. Want dus, nou, het frame is zeker wel je van het, als je muur ook je van het is. Je moet wel een hele gladde muur hebben en we kunnen tegenwoordig iets ook in de diepte verstellen, maar minimaal. Maar cruciaal is dat je een hele vlakke ondergrond hebt voor dit systeem. Dus als je een hobbelige muur hebt, dan zou je eerst moeten zorgen dat die muur 100% vlak is. Want wat gebeurt er als je frame op een hobbelige muur zit? En je plaatst de tegeltjes erop, dan zit daar iets frictie tussen. Dan krijg je dus ja, seams of naden tussen je tegels en dat blijf je altijd zien. Dus het begint echt bij de basis. Zorg dat waar je LED-scherm zeg maar, opgemaakt moet worden, dat het spiegel glad is. We hebben wel alternatief hoor. Ja. Ja. Ja? Ja? Ik bedoel, als je meer dan een Full HD pixels hebt. Ja, en je hebt een Full HD. Je bedoelt dat. Ja, dan moet je gaan scalen. Ik weet niet of je dat wil, want je hebt natuurlijk. Misschien heb je wel. Je hebt misschien wel 2000 of 3000, dus dan wordt het minder scherp, minder mooi. Ja. Maar Jeroen, jij wilde er wat over zeggen? In ieder geval drie standaard. Sorry, wat is dat? Nee, we hebben het al in de markt gedaan. We hebben een aantal installatiepartners. Want dat is gewoon cruciaal voor ons als merk.
dat niet iedereen zomaar dit erop kan schroeven dat het niet uitziet en hem gaat ontstellen, is niet mooi. We zijn van Domburg en daarom zijn we hier ook. Het is een van die installatiepartners hier wie het ook aangekocht kan worden. Dit is ons Samsung frame. Het voldoet. Het is prima, mits de basis helemaal goed is. En het is ook niet veel prijzen. We zijn nog wel natuurlijk met anderen aan het praten om frames te maken voor onze LED walls. En op dit moment spreken we met Peerless en Smart Metals hebben ook frames ontworpen waarop onze IF-serie gedisplayed kan worden. Stel je voor, je kan je muur niet recht maken of dat soort zaken. Ja, dan heeft Smart Metals hier niet zo goed gezien. Maar hier ook een passende oplossing of een peerless wat je bijvoorbeeld kan hangen aan het plafond. Prijzen zijn bij mij nog niet bekend. Heb jij prijzen nog niet? Nog niet bekend. De aansturing van het scherm. Natuurlijk kan je nog heel veel mooie tegeltjes hebben, super licht en het is allemaal fantastisch, de beste. Maar hoe stuur je het scherm aan? Dit is bijvoorbeeld een voordeel van een 4K scherm, dus eigenlijk 4 Full HD schermen. Wat we eerst nodig hadden waren eigenlijk 4 aparte sendingsboxen en een splitter om één beeld te gaan krijgen. Wij leveren het scherm af met een UHD S-box. Sinus box, Samsung box, in ieder geval de S-box. En die kan gewoon 4K aan. Dus heb je een Full HD wall, is die box genoeg. Wil je 2 keer Full HD naast elkaar hebben, kan die hem ook aan. Tot 4K met 1 box. In die box, dan staat erachter, we vinden het zo groot als een ouderwetse versterker, daar de helft van, audio versterker. Zitten die beeldtechnieken in. Die zitten dus in die box. Want het zit niet in een LED-paneeltje, maar in de box. Zonder box werkt het ook niet. Dus die box moet je altijd bij onze LED-display hebben. Wij hebben er ook onze Samsung Sinus Solution, Magic Info, op geïnstalleerd. Dus mocht je daar gebruik van maken in een bepaald staand Sinus-netwerk, dan kan je daar gewoon op inhaken. Dan kan je heb je daarvoor niks voor nodig. Of mocht je een CMS gaan gebruiken wat op Python ontwikkeld is, dan kan je dat ook gewoon meenemen en heb je niks extra's nodig dan die box. Hoe sluiten wij het scherm dan aan? In de basis, heel simpel weergegeven. Het hart eigenlijk is de S-box. Die gaat via HDBST, zal die het signaal naar het LED-scherm distribueren. Dan heb je natuurlijk je AV-source, wat je ook maar wil, sluit je erop aan. Het is eigenlijk net zo simpel als een scherm. Vanzelf heb je nog een uitgang voor het monitoren. Bijvoorbeeld ik nu aan het presenteren, nou, ik heb een speakbriefje achter, maar soms heb je dat niet. Dus als je een aparte koppeling naar een monitor wil hebben, dan is dat ook mogelijk uit die S-box. En ja, ook het slimme is, je kan een aparte PC aanhangen en dat heb je nodig voor je LED Signage Manager. Het opzetten van het scherm. Top? Ja, tegen mij is gezegd 100 meter. Ik weet niet of het... ik zie dat als een soort standaard, zeg maar 100 meter. Of het 120 is en 170 is, dat weet ik ook niet. Maar die PC, daar zet je eigenlijk het scherm mee op. Daarmee doe je basiskalibraties. Daar zit de LED Signage Manager software op. Waar Jeroen aan het eind van de presentatie wat verder op ingaat. Nou, het onderhoud. Je ziet twee fantastische handen. En eigenlijk een soort zwart metalen plaatje met een paar grijze knoppen erop. Die grijze knoppen zijn magneten. Dus wat er gebeurt, je pakt... je hebt hem daar. Ja. Dit wordt er ook bijgeleverd bij het LED-scherm. Hier zitten een aantal magneten op. Wat je doet, je zet hem op een tegeltje. Je trekt de tegel eruit. Het signaal haal je eraf. Je haalt...
Je haalt de power eraf en je kan je tegeltje heel simpel vervangen. Wil je hem er weer inzetten, draai hem om en je klikt hem weer vast in het LED-paneel. Easy does it. Zo snel en makkelijk gaat het. Is er een power supply stuk of iets dergelijks, dan moet je alle 6 de tegeltjes uit het kabinet halen. Kan je vanaf de voorkant ook je hele power supply en het hele binnenwerk eruit halen en vervangen. En dat zal dus binnen een uur zou je LED kunnen gaan repareren. Je kan de tegeltjes iets stellen. Er zit een stelschroefje in, eigenlijk ook met een magneetje. En dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van de LED signage manager, waarin ze bijvoorbeeld hier de edge correction doen. Als je tegeltjes te dicht bij elkaar hebt staan, heb je bijvoorbeeld een hot seam, staan ze te ver, of heb je een cold seam, zo heet dat. En dat kan je eigenlijk corrigeren met de LED signage manager, net zoals het tweaken van de kleuren. Want wat gebeurt er? Stel, er is een scherm, draait al een jaartje, heeft al behoorlijk wat branduren gehad. De lampjes in zo'n scherm, als je een nieuw tegeltje hebt, zijn dat nieuwe lampjes. Dat betekent dat je kleurverschil gaat hebben. Dat kleurverschil kan je redelijk snel en tot een redelijk kwaliteitsniveau bijdraaien met de LED Signage Manager. Vandaar dat het ook zo belangrijk is. Garantie en service. Nogmaals, wij zijn uitgaand van Samsung. Wij verkopen heel veel large format displays, professionele displays. Daar zit 3 jaar garantie op. Als wij dit ook eigenlijk gewoon een scherm noemen, een Full HD-scherm, moeten wij ook 3 jaar garantie hierop geven. Dus wij waren daar een van de eerste mee in de markt. Die zeiden van niks 2 jaar, gewoon standaard 3 jaar fabrieksgarantie. Dit is ook uit te breiden naar 5 jaar. Dat is geen probleem. Dus er kan 2 jaar extra fabrieksgarantie bijgekocht worden. Bij ieder scherm zit een procent of 3 spare parts. En het is cruciaal dat die spare parts bij het scherm blijven. Waarom? Al de LED-lampjes komen uit 1 batch. Ga je uit verschillende batchen lampjes bij elkaar doen, dan krijg je altijd kleurverschillen. Dat kennen wij soms al uit de videowall wereld. Dus je moet altijd zorgen dat het reservetegeltje of kabinet wat je bij je LED-scherm hebt, ook aan het LED-scherm gekoppeld blijft. Of je dat doet op locatie bij de klant, of je hebt misschien bij je eigen bedrijf daar een aparte ruimte voor. Dat maakt niet zoveel uit, maar het gaat erom dat je altijd weet dat het tegeltje bij dat scherm hoort. Want als je gaat vervangen, is dat cruciaal. Lokale service en reparatieafhandeling. Wat gebeurt er? Je hebt een tegel geïnstalleerd of je krijgt een vraag om te repareren, of in dit geval van Domburg. Die moet het gaan doen. Er is een defect aan het LED-scherm. Nou ja, het kan tijdens de levensduur of installatie gebeuren. Dan zal van Domburg daar naartoe rijden en de tegel gaan vervangen. Ik wil graag, dat houden we heel beperkt, omdat het klinkt heel simpel. Het is misschien ook makkelijk, maar het moet wel door een specialist gebeuren om geen onderdeel te beschadigen. Zij zullen de tegel weer in het scherm kalibreren en direct het scherm weer gebruik maken, operationeel gebruik maken. Wat gebeurt er daarna met die tegel of het defecte onderdeel? Het wordt aangemeld bij ons, wordt verstuurd naar Samsung Service Center in de Benelux of in Nederland. Vervolgens gaan we kijken, wordt het nu nog teruggestuurd naar de fabriek, waar het ledje vervangen wordt, gerepareerd wordt, al dat soort dingen. Wij hopen dat het in 2018 ook in de Benelux kan gaan gebeuren, zodat het nog sneller gaat om die tegels te vervangen. En vervolgens wordt het weer teruggestuurd naar waar het vandaan kwam. Dus de tegel die gerepareerd wordt, die wordt precies weer geleverd naar hetzelfde scherm van waar het vandaan komt. Cruciaal in LED. Samenvattend voor de IF-serie. Beeldkwaliteit is ons uitgangspunt. Met die beeldverbeteringstechnieken. We gaan voor een hoge betrouwbaarheid. Dus een lange levensduur vinden wij belangrijk als Samsung. We hebben ook een naam te verliezen. Op basis van kwaliteit. Maximaal 5 jaar garantie. Als je een lange levensduur hebt. Ja. Branden heel lang. Je hebt heel veel brandduren.
Het is een behoorlijke investering, dus klopt. Het kan ook een langere periode afschrijven. Ja, ja. Nou ja, weet je, dat is dezelfde vraag bij een LFD. Waarom geef je op een LFD 3 of 5 jaar garantie? Of waarom geef je op een BMW? Dat, ja, het is gewoon zo. Ik kan dat niet. Ik zou dat graag willen. Ik zou het ook graag willen kunnen aanbieden vanuit Samsung. Want hoe cool is het als je 10 jaar garantie kan aanbieden, wel tegen een bepaalde prijs. Maar dat zit er niet in. Zo werkt de handel niet. Dus 5 jaar, en ik denk dat het ook een mooie periode is. En vaak is het ook, wat je ziet bij dit soort bedragen, vaak wordt het ook wel geleased en dan wordt het ook in 5 jaar afgeschreven. Daar zou het ook nog mee te maken kunnen hebben. Nee, er staan nog wat specifieke in. We hebben redundancy op onze kabinetten. Dat betekent dat de kabinetten eigenlijk van 2 manieren zijn doorgelust. Mocht de eentje het signaal niet doorgeven aan de ander, dan komt het weer terug via de andere kant, zodat je altijd je beeld blijft hebben. Er zit een stukje zelfdiagnostiek in. En je kan het van afstand controleren. En wij proberen zoveel mogelijk het in lijn te houden met onze bestaande business die we al hebben. Wat ik net verteld heb, is ook samengevat in een filmpje van 1 minuut. En die ga ik toch even delen met jullie. Over de installatie en onderhoud van het kabinet. Nou, eigenlijk een korte samenvatting wat we net hebben besproken. Dan is het natuurlijk belangrijk, de investering. Wat kost het? Vaak moet nu de keuze gemaakt worden tussen een videowall en een LED-wall. Of misschien 1 groot scherm. Maar ik ben even uitgegaan van een video of een LED-wall. Nou, wat is het voordeel van natuurlijk LED ten opzichte van een videowall? Je hebt geen lijntjes. Echter, daar moet wel soms voor betaald worden. Ik heb hier even 3 rekenmodulen, grofweg, dus let niet op de details, gezet. Een LED 1.5 van 130 inch of een videowall van 138 inch of een high-end videowall van 110 inch. En dat heb ik eigenlijk hier ook gedaan met een 173 en een 217 inch. En wat je eigenlijk ziet is, ja, het is toch wel 4 keer een hogere investering mocht je gaan kijken naar een 1,5 millimeter. Echter, hoe groter het oppervlakte, hoe kleiner het verschil gaat worden.
Dat is de status quo zoals het nu is. Wat je ook wel nu vaak ziet bij LED walls is dat men ook altijd kijkt naar is er een mogelijkheid om het te leasen. En ik vind dat sowieso denk ik nog wel een onderbelicht iets in de handel waar wij in zitten. Heb je een auto van de zaak, leasen ze hem, willen ze een scherm hebben, dan gaan ze hem kopen. Dat is eigenlijk best wel een aparte redenering. Een meubilair wordt soms al geleased, al dat soort zaken. Dus zoek ook altijd uit naar een bepaalde lease optie. Want dan heeft het gewoon een veel lagere investering voor de eindklant. En ze hebben wel de beste nieuwe technologieën. En zelfs na een jaar of vijf kan je je scherm weer gaan vervangen. En hoe meer mensen dat doen, hoe groter de tweedehands markt ook weer voor LED-schermen. En krijgen we echt een heel goed businessmodel daarin. Nog wat praktische zaken. Wat is de levertijd? Nou, ik heb het al genoemd. We hebben een aantal schermen op voorraad liggen. Ga niet denken, alsjeblieft niet, dat wij 10 schermen van 1,5 millimeter altijd op voorraad hebben liggen. Maar we proberen daar wel een voorraad van aan te houden. Is dat niet zo, dan levering vanuit Korea. Nou, we hebben ook een fabriek nu in Oost-Europa staan. Ga uit van 8 tot 10 weken. Maar vraag altijd even aan de leverancier, aan Van Domburg of rechtstreeks bij ons, van waar moet ik ongeveer op rekenen? Want de vraag fluctueert nog wel eens. Nou, waar kan de klant het zien? Dus jullie, maar ook jullie klanten. Nou, ik denk Ed, dat ze van harte welkom zijn om hier naar het een mooie 1,5 millimeter Full HD scherm te komen kijken. We hebben ook een LED showroom in Frankfurt. Als je wat grotere projecten hebt en de klant heeft nog wat meer technische ondersteuning nodig. Of misschien verschillende formaten LED wil zien, testen. Dan is er een mogelijkheid om ze mee te nemen naar Frankfurt. En ook bij AID in België, dat is onze Benelux distributeur. Die ze ook een aantal formaten schermen in hun experience ruimte hebben. Kan ik verkoop ondersteuning krijgen? Ja, je kan altijd natuurlijk naar Van Domburg bellen. Je kan mij contacteren, Jeroen Helms, Jeroen de Graaf. Wij zijn er echt in om te helpen en samen een opportuniteit te ontwikkelen. En soms kan het helpen ook als Samsung aan tafel zitten. In België is mijn collega Jozef doet dat daar. Mochten de mensen ook in België opereren. Mag iedereen indoor LED verkopen? Ja. We willen geen beperkingen opleggen in de verkoop van indoor LED. Alleen de installatie en het onderhoud zal wel door een gecertificeerde partner moeten gebeuren zoals Van Domburg. Dat vinden wij cruciaal. Heb je presentatiematerialen? Ja, wil je dingen uitleggen? Het filmpje hebben we. Ook stukken uit deze presentatie kunnen we delen. Maar kijk ook altijd even op samsungdisplaysolutions.com. Daar hebben we ook een LED wall configurator. Dus kan je zelf een beetje passen hoeveel LED tegels er op een muur willen, mocht je een rare maat hebben. Daar staat ook meer informatie, meer marketinginformatie over onze LED producten. Dan was dit de laatste slide. Als er nog vragen zijn, dan stel ze gerust. Mijn collega Jeroen de Graaf heeft nog een kwartiertje dadelijk voor een demo. Vragen kunnen ook daarna nog verder gesteld worden, dat is geen probleem. Wat is de responstijd van als er iets kapot is? De responstijd is net zo snel als van dat weet ik niet uit mijn hoofd, wat Van Domburg. Je hebt die 10% spare. Ja. Hangt er vanaf of Van Domburg, zeg maar. Ja. Wij gaan uit van kabinetten. 3% van de kabinetten. Dus als je 18 kabinetten hebt, zal je 1 spare kabinet erbij krijgen. Weet je, en die moet snel vervangen worden. Maar het product is daar. Dus ja, het kan heel snel zijn om het op te lossen. 6 heeft nog een kleine helft. Sorry? De 6 heeft nog een kleine helft, toch? Als je dat wil, nee, we houden dan al minimaal één reservekabinet, omdat daar ook heel het binnenwerk in zit. Mocht een power supply kapot gaan, dan moet je dat ook hebben. Ja. Wat is de openingshoek van de diode? Sorry? Wat is de uitslaghoek van de diode? Volgens mij zitten wij op 170, 160, 160, 160 viewing angles. Ja. Kan je hem ook, wat is dat, plakken muur, maar zou je hem wel curved kunnen maken?
Ja, ik heb nog geen opportuniteiten zelf om de vraag te stellen naar Curved. Maar op onze ISE lieten wij hem in een Curved variant zien. Ik weet niet tot welke ratio wij kunnen, moet ik heel erg zeggen. Als je natuurlijk heel Curved wil, dan zal dat een probleem. Nee, precies. Nee. Maar er zijn wel mogelijkheden toe. Goeie vraag. Jeroen, dan is de floor, is yours. Ik heb hier power liggen hoor. En Jeroen zal dus iets verder ingaan op die LED Signage Manager en hoe je hem kan controleren. Heb ik hem al aangezet? Had jij nog je klikkertje of niet? Ja, nog. Oké. Ja, die had ik niet meegenomen. Ah. Ik hoop dat hij doet. Ik moet hem nog aanzetten. Ja, dan moet je Nou, dan doen we wel. Nou, Juliaan die heeft al heel veel verteld. Ook hetgeen wat ik in een paar slides graag had willen samenvatten. Toch wat kleine technische details nog even. De dikte dus, het gewicht en de afstand tot de muur, eventueel met een frame. Dit is nogmaals een zicht op hoe je zeg maar tiles kan weghalen. Elk kabinet heeft 6 tegeltjes zitten, 6 tiles in zichzelf zitten. En nog een heel klein stukje even over de calibratie, want we hebben natuurlijk altijd verschillende calibraties. En ook eigenlijk op verschillende onderdelen, want natuurlijk in de hele chain moeten zeg maar alle componenten gecalibreerd worden. En de taal zelf, daarom is het ook inderdaad zo belangrijk om die bij elkaar te halen, want niet alleen zijn de LEDs uit eenzelfde batch met eenzelfde tolerantie, maar ook bijvoorbeeld de tiles worden in de fabriek van een absolute waarde voorzien. Zodat ze eigenlijk altijd, ook als je het uitwisselt en de rest van de keten is al gecalibreerd, dat je dan altijd hetzelfde resultaat behoudt. En zeg maar als je een custom calibration doet, dan zal dat nooit in de taal zelf weggeschreven worden. Maar dan wordt dat, zoals Juliaan ook al had aangegeven, in de signage box of in de LED signage box weggeschreven. Daarnaast hebben we dan een on-site calibratie die kan worden uitgevoerd met een DSLR camera. Een gewone camera. Er zijn wel een aantal specs waar die aan moet voldoen en het moet ook een speciaal model zijn. En dan hebben we nog een professionele calibratie of eigenlijk wat ook op het oog kan gebeuren. Kunnen we nog via de LED Signage Manager per tile kunnen we dan nog weer een keer de RGB-waardes instellen. En daarnaast kunnen we dan ook nog aan de randen van de tiles kunnen we nog ook een correctie aanbrengen.
Eigenlijk als je kijkt naar het kabinet zelf, dat bestaat dus uit een x-aantal onderdelen. En dit is heel even een exploded view om te laten zien wat voor onderdeeltjes je allemaal hebt. Maar ook om eigenlijk heel even te laten zien hoe dat surface mount werkt. Dus dat je inderdaad als je die 6 tegels eruit haalt, dan heb je in principe daar achter het frame met een klein subframepje. Dat subframepje dat kan je dan bijvoorbeeld er weer uithalen als je bij de voeding moet komen of bij het mainboard. En dat is dan ook weer voor de omkeertijd. Als je dus reservekabinetten hebt liggen, dan kan je daaruit een tegeltje halen, maar je kan daaruit ook het voedingbord halen of daaruit de voeding zelf halen. Dus dat is dan gewoon de diagnose die ter plekke wordt gesteld. En dan wordt het afhankelijk van de aanrijdtijd en de SLA die je hebt, kan dat natuurlijk op een zeer korte termijn hersteld worden. En zit je eigenlijk nooit zonder een werkende videowall. De hele setup, dit heb ik zo heel even aangehouden, ook nog even vanwege de kabinetten. Maar dat kwam ook al uitgebreid aan bod, dus dat je bij 1,5 mm pixel pitch 18 nodig hebt voor Full HD bij 2.0. Dus 32 stuks en bij 2,5 50 stuks. En daarnaast hebben we natuurlijk nodig, ja de kabeltjes staan er niet op, maar een frame nodig. En de smart signage box en de interface ginger. En dat is eigenlijk een systeem, dat ligt er ook achter, dat kunnen we zo heel even laten zien. Maar daar heb je er eigenlijk één van nodig per Full HD scherm. En dat is eigenlijk ook een redundant systeem. Hier gaat de HDBaseT, het signaal gaat erin. En er komen zeg maar twee Samsung proprietary kabels uit, die voor de aansturing van de panelen zorgen. En het is redundant gemaakt dat er ook één uitgang een reverse loop heeft. Dus het is de bedoeling dat je het aansluit van beide kanten af. En als er ergens onderweg één kabinet mocht uitvallen of een kabel mocht uitvallen, dan krijgt het nog langs de andere kant signaal. Nou ja, en zijn het natuurlijk twee kabinetten die naast elkaar liggen, ja, dan heb je er twee niet werkende. Maar als het natuurlijk de begin en het eind is, ja, dan houdt het op. dit is de LED Signage Manager, de software om eigenlijk het hele verhaal op te zetten. En eigenlijk, ja, ik hou meer van een live demonstratie, dus dat wil ik zo meteen dan ook nog even op mijn laptop laten zien. Plaatje zegt niet zo, ja, plaatje zegt wel meer dan 1000 woorden, maar nog niet meer als een demo. Dus hier normaal gesproken kan je afhankelijk van je netwerkconfiguratie, kan je een autodetect doen, dus kan hij zelf zoeken. Nou ja, dat heb ik wel bij een klant al een keer meegemaakt dat het werkte. Dus dat was verbazingwekkend, maar dat heeft meer te maken met de configuratie van het netwerk. Want bijvoorbeeld met de normale huistuin- en keukenrouter, met een standaard configuratie, kan hij niet over het netwerk meteen de box detecteren. Maar normaal gesproken geef je het IP-adres van de box in, dan klik je op add. Even kijken of ik dit, nee, heb ik niet ertussen gedaan. Oh. Dan klik je op add en dan wordt er gevraagd wat voor een soort kabinet je hebt. Want we hebben in het verleden ook nog iets andere kabinets gehad met een iets andere setup. En dan vervolgens moet je een virtuele IP-adres, of eigenlijk niet een virtueel, maar een fysiek IP-adres geven voor een kabinet. Maar dat fysieke IP-adres wordt niet gebruikt voor de rest, dat wordt alleen maar gebruikt om te zoeken binnen HDBaseT naar een virtueel IP-adres wat dan al een kabinet heeft. En er zit standaard zeg maar aan de kabinetten één virtueel IP-adres. En de rest wordt eigenlijk op basis van een ID en hetzelfde IP-adres gevonden. En de box is ook uitgevoerd, dat kwam volgens mij wel redelijk goed ook aan bod. De beperking natuurlijk van HDBaseT
is, nou, 100 meter weet ik niet of dat nou 70 is of 100. Maar is wel op dit moment nog full HD qua resolutie. Dus vandaar dat we eigenlijk altijd 4 HEBST uitgangen hebben op die box. Zodat je eventueel 4 schermen erop zou kunnen aansluiten. Of dus 4 keer een bron op kan aansluiten. Of eventueel het kan combineren tot een UHD scherm. Nou, hier zie je dan even de indeling. Hier staat ook inderdaad groep 1. Dit is eigenlijk deze opstelling die ik hier heb neergezet. En ja, daarom wilde ik het ook eigenlijk laten zien. Omdat je normaal gesproken heb je bovenin kan je nog de taals die vindt hij op een gegeven moment. En normaal gesproken standaard dan gooit hij ze allemaal in de linkerbovenhoek. Stapelt hij ze op elkaar. Alleen dan kan je bovenin in de layout kan je kiezen hoe je het aangesloten hebt. Dus hoe de lus om loopt. En als je dan de lus kiest. Dan gaat hij automatisch het netjes in het vlak plaatsen. Zodat je de juiste resolutie hebt. En ook geen overlap hebt in kabinetten. Want je kan bijvoorbeeld ook een kabinet halverwege plaatsen. En dan speelt het beeld natuurlijk hier gewoon door. En dan verder ook naar onderen. Dus er zijn ook wat creatieve mogelijkheden. Maar alles je canvas van een full HD, van een full HD resolutie. Dan gaan we toch de demo doen. De demo. Kijk, dat zien we allemaal. Ja. Dus dit is zeg maar de normale stand. Als ik gewoon kijk, dan zie ik dus echt mijn 4 kwadranten, zie ik. Terwijl ik dus zeg maar alleen aan HEBST uitgang 1 3 kabinetten heb aangesloten. En als ik die dus dan wil wijzigen, dan dan laat hij een andere layout zien van een full HD scherm. En nu kan ik eigenlijk gewoon als het ware mijn taals weer oppakken. Dan zou ik ze bijvoorbeeld zelf zo neer kunnen zetten. Je hebt ook hulplijnen erbij zitten. Dus dat die laat zien dat je echt op de juiste hoogte zit. En als ik hem dan weer hier naartoe zou verplaatsen en op het juiste punt zou zitten, dan krijg ik weer een gestippelde hulplijn te zien. Dus ik zou bijvoorbeeld ook zo'n layout kunnen maken. En dan krijg je daar dus gelijk een ander beeld te zien. Nou, die layout die zit hierboven. Dus als ik zou zeggen van... Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Dan vliegt hij weer terug. Dus je kan zo eigenlijk wel creatieve beeldconcepten maken. Of eigenlijk wat we dan bij normale videowalls noemen informal videowall. Nou, niet echt heel spannend zo. En die hebben we nog niet aangehad, maar die hebben we wel al neergezet. Daar kunnen we zo meteen nog even naar kijken. Zet ik hem heel even eronder. Oh. Dit is dus eigenlijk de totale
preview van de Snow Controller Box. Waar je dan eigenlijk dus ziet dat inderdaad ook het beeld, omdat we nu ECBST uitgang 1 gebruiken, in het eerste kwadrant zich bevindt. Ja. Ja. En waar is mijn remote gebleven? En uiteraard, omdat dit eigenlijk echt in de snowbox zit een, wat we noemen dan een SOC controller. Dat is eigenlijk het binnenwerk van een conventionele televisie. Dus in dit geval van een UHD scherm. En wat we dan aan extra functionaliteit nog hebben ingebouwd is bijvoorbeeld een OSD-menu. En dat OSD-menu, als je dan Full HD hebt, dat komt dan ook exact in dat eerste kwadrant, omdat die op een klein formaat staat. En als je het op het originele formaat laat staan, dan zal die zich ook in het midden weer van de vier ECBS10 connectors bevinden. Nee, het is de remote van de snowbox die erachter ligt. Want het is natuurlijk een idee, het is eigenlijk echt als indoor scherm bedoeld om een presentatiemonitor te vervangen. Dus vandaar dat er ook echt gewoon een naast alle mogelijkheden remote een gewone afstandsbediening bijgeleverd wordt. Zodat je in het geval van een auditorium, eventueel als mensen daarmee willen werken, gewoon hiermee aan de slag kan. Een hele rare vraag. Er zal nooit een touch-oplossing komen, neem ik aan. Een touch-oplossing. We hebben het er wel al over gehad, maar ik zat meer te zinspelen dan niet op een laag ervoor. Maar bijvoorbeeld iets met Kinetic. Oh, of met met gestures ervoor. Dat hebben we ook al, waar je dan eigenlijk een camera hebt die direct naar beneden schijnt. En daarmee al heel veel dingen kan bepalen en ook heel nauwkeurig. Schermen met de grote voor overleven. Uiteraard, ja, maar toch. Dus hoe hoort inderdaad met gestures? Ik denk even aan onze collega's van Harman. Met de nieuwe Volkswagen Golf met gesture control. Ja. Dat je inderdaad gewoon kan swipen voor je slides, weet je wel. Dat soort simpele dingen. Ja, zoiets, ja. Of zoomen, inzoomen en uitzoomen. Ik zal nog één dingetje laten zien. Want dit is eigenlijk de basisconfiguratie die je nodig hebt. Dus eigenlijk een Windows laptop voor de LED Signage Manager software. En voor de rest, ja, dit kan in principe één keer gebruikt worden voor die configuratie te maken. En daarna hoef je hem niet meer open te klappen, want dan zou je met de afstandsbediening kunnen bedienen. En omdat het eigenlijk het binnenwerk is van een display, is hij ook op eenzelfde manier aan te sturen als een display. Dus wij hebben eventueel via RS2D2 multi-display control. Dus kan je met de AMX kastjes de controle uitvoeren. Of met de grote AMX controller de volledige controle uitvoeren. Ook remote. En we kunnen daarnaast ook nog gewoon de RS2D2 poort gebruiken. Of inderdaad de netwerkpoort. En voor wat betreft de signage software hebben we dus onze Magic Info software waar die mee bediend kan worden. Maar we hebben ook voor derde partij oplossingen zoals een signage control en noem ze allemaal maar op, de pakketten die er zijn. Hebben we ook een SSSP player erin zitten. Dus waarbij je dan weer met een derde partij signage oplossing die gefocust is op een bepaalde toepassing. Ook zeg maar remote de videowall van content kan voorzien of van een signage boodschap. En ik heb nu ook dan toevallig dan in de cloud hem vastgeknoopt. Dus nu kan ik zeg maar in de cloud kan ik allerlei settings veranderen. Zoals ik net ook de paneltjes uit had gezet. Er zit natuurlijk wel enige delay tussen omdat dat naar de cloud gaat en dan weer terugkomt.
En dan kan ik dus ook weer extra nog vanuit Magic Info kan ik klikken op dat driehoekje wat onderin stond. En dan kan ik ook de kabinetten zelf controleren. Dus wat de instellingen zijn, resolutie, fysieke dimensies, aspectratio en de temperatuur, actuele temperatuur van de kabinets van het binnenwerk kan ik monitoren. En voor de rest, omdat het natuurlijk net als een display is, kan ik ook kan ik eigenlijk alle instellingen wijzigen op afstand. Dan is het een beetje qua scaling. Heb je ook die hele remote control functie als bij gewone schermen? Ja. Als je de remote control wil daar. Ja. Dus ik heb nu mijn kleine control hier. Ik kan het alleen even. Ja, de scaling is niet helemaal. Nou. Dus nu kan hij ook weer, maar nu zie je hem weer in het hoekje omdat hij uitgaat van UHD en ik zeg maar één kwadrant gebruik. Oh. Ja, dit is onze, niet onze software, maar mijn Chrome browser die niet prettig samenwerkt met onze Samsung netwerkomgeving. Omdat alles dicht getimmerd is, dus de browser die loopt regelmatig. Heb je dan een scherm ontbroken? Nee, dit is ook jullie omgeving. Dit is gewoon de totale demo server. Nou. Oh. Zo. Oh. En dit is toch wel ja, een van de unieke features van Samsung Signage, wat ook beschikbaar is voor onze SSSP-partners. Dat je dus zeg maar vanuit je SOC-controller daadwerkelijk kan kijken of er nog beeld op het scherm is. Uiteraard kunnen natuurlijk nog dingetjes gebeuren als dat de backlight stuk is van een conventionele scherm. Maar dit zijn dus daadwerkelijk PNG-plaatjes die door de box gegenereerd worden en terug naar mij gestuurd worden om te laten zien wat de content is op dat moment die op het scherm draait. Dus tot zover mijn presentatie en technische gedeelte. Zijn er nog vragen? Dan mag iedereen een borreltje gaan drinken. En eventueel als je nog persoonlijk even wil kijken, dan mag dat van de Jeroens. En dan kunnen we ook nog wat verder in de details gaan of nog even op de laptop de zaak bekijken. Dank jullie wel voor de aandacht. Als je, ja, dat is een beetje.